En mensen, Mark hier. En welkom bij weer een nieuwe video. We houden het vol. We houden het vol. Dat is dankzij jullie. Dagelijkse uploads zijn tot nu toe een ding. Een duimpje op deze video zou enorm gewaardeerd worden. Die Orsic is binnenkort 86 rated. Vanwege het feit dat Zakerepper 4 op rij heeft gewonnen. Wat een handige upgrade is voor een wissel, I guess. We gaan door met Wicked League. Ik besloot niet in de avond te spelen. Ik wilde het gewoon gedaan krijgen. Ik was shite. Het werd niet beter ten opzichte van de vorige video. En dat is tamelijk ongelukkig. Wat we wel hebben, en dat is wel leuk, is die player pick die je krijgt bij 18 wins. Niet 24 wins, want ja, misschien dat we daar ooit nog een keer komen. Daar hebben we het in het tweede deel van de video nog over. We hebben een paar dingen te spreken. Allereerst het feit dat, gefeliciteerd trouwens, United fans. Ik weet dat er een paar zijn. United heeft net gewonnen van een bar slecht City. Zou je zien dat City woensdag tegen Arsenal opeens wel iets kan. Want credit naar United. Ze parkeerden de bus. Ze probeerden toe te slaan op de counter. Dat werkte. Prima gedaan, toch? Het was een beetje stookvoetbal, maar het was goed georganiseerd stookvoetbal. Stoke heeft ook wel eens goed gespeeld. Dus credit naar United daarvoor. Hopelijk kan Arsenal ook een resultaat tegen ze pakken. Ik denk het alleen niet. Ik denk echt dat gaat hem niet worden. Maar wat betreft het team, we hadden wat dingen veranderd wel. Aangezien, ja, de vorige games waren niet echt om aan te gluren. En verdedigend gezien is het deze aflevering ook niet heel best. Wat ik vooral probeerde is gewoon nog meer aan te vallen. Ja, het klinkt niet heel slim als je niet kan verdedigen en dan niet op verdedigen te gaan letten. Ik had gewoon zoiets van, we gaan de verdedigende lijn hoger gooien. We gaan meer man de box in gooien. En we gaan gewoon kijken of we de winst kunnen pakken, zodat we Gold 1 kunnen pakken. En dan zijn we er maar klaar mee. Want we moeten het gewoon beter doen. En ik heb het heel veel, echt heel veel in de afgelopen video's over het kopen van Team of the Year Kante. En dat is, in mijn ogen, dat kan alleen maar een goed idee zijn, toch? Tenzij ik het verkeerd zie. Want jullie zagen het team aan het begin van de video. We hebben ongeveer tussen de 2,15 en 2,2 miljoen coins. En ik zit te kijken, is Kante dan inderdaad de allerbeste optie? Of zijn er meerdere goede meta, echt goede meta-spelers die je dan kunt halen, waardoor je alsnog een veel beter team krijgt? Want ik heb het gevoel dat we echt heel dicht bij iets goed zitten. Maar er zit net iets tussen. En ik weet niet of Kante net die bridges om mijn team van een goed team naar een teringgoed team te maken, of dat er gewoon een paar spelers zijn die dat helpen. En dan heb ik het niet over leuke spelers. Ik ga niet in vorm Aubameyang kopen. Maar gewoon kijken, wat moeten we nou echt met ongeveer 2,2 miljoen coins? Nou, na die twee losses, wat een zeer onaangename ervaring was, kan ik je vertellen. Vooral omdat het compleet mijn schuld was. Probeerde gewoon de knop om te draaien. We kwamen vroeg 1-0 achter. Hij komt hierdoor met Vardy. Uitstekend aangenomen op de borst. Hij wacht te lang, schiet tegen de Gea aan. Vervolgens pas ik hem tegen zijn Sanchez aan. Dan komt de bal bij Wijnaldum. Scoort hij bij vlak voor rust de 2-1. Echt bijzonder lomp van me. Maar Hazard door over de rechterkant. We trekken hem heel erg strak terug op Eusebio. Die maakt 2-2. En daarnaast door Push de Bruyne hier dan. Niet de snelste. Wel een heel goede passer. Geeft hem op Eusebio. Hij komt uit met zijn keeper. En dan terug op de Bruyne. We schieten hem langs de verdediger. Maken 3-2. Dan komen we hier door. Geef hem aan Sané. Sané krijgt hem bij Ferdinand. Ferdinand kan totaal niet schieten. Ook niet passen. Maar we krijgen hem bij Carlos. Bij Eusebio komen we 4-2 voor. Deze man had er geen zin meer in. En dus winnen we. Hartstikke top. Zien we graag. Gaan we mee door 16 wins. 16 iets gaan we. Komen tegen een ramziek team. Een paar heel erg goede icons. Ik heb ze ook bijna allemaal geprobeerd. Alleen Jens Lehmann is niet een uitstekende keuze. Maar dat kan je waarschijnlijk gekregen hebben met een base icon SBC. We passen hem hier wat ongelukkig in de handen van Lehmann. Hij past hem volgens in mijn voeten à la Ederson. En we staan 1-0 voor. Uitstekend. Eusebio hier lopt hem eroverheen naar Hazard. Dat lijkt niet een heel slimme move. Maar we gaan buitenom. Leggen hem terug op de Bruyne. Hij slide te vroeg. We schieten hem binnen. We staan 2-0 voor. Hij gaat er vandoor. Dat betekent dat we Gold 2 binnen hebben. Alleen zijn we er nog lang niet. Maar we gaan wel door. Proberen een positieve noot vast te houden. We komen tegen een erg fraai team. Ik heb ontzettend veel moeite met Ben Yedder. Dat is iets wat jullie waarschijnlijk allemaal een keer gezegd hebben dit jaar. Maar die player of the month bezorgt mij nachtmerries. We krijgen de bal hier bij Eusebio. Die geeft hem aan Sané. We proberen gewoon buitenom te gaan. Dat is wat meestal werkt. We geven hem aan Eusebio. We staan 1-0 voor. Dat is top. Neymar dan hier naar Dembele. Korte corner. Dan terug naar randje 16. Naar Alan. Hij probeert hem naar de 16 te krijgen. Dat krijgt hij met Mahrez. Dragbacks. Dragbacks krijg ik ongeneeslijke ziektes van. Het is zo ontzettend vervelend wat dragbacks zijn in deze game. Vooral dat je ze IRL bijna nooit ziet. Dragbacks. Maar ja, ze zijn in FIFA super effectief. We komen 2-1 voor gelukkig. We hadden een beetje moeite met die goal te creëren. Maar uiteindelijk krijgen we hem erin. Ben jij hier? Dan geef ze hem terug aan Neymar. Ik dacht, misschien gaat hij ergens anders heen. Hij ging toch voor de korte hoek. En dan staat het 2-2. Dan de Bruyne hier. Geeft hem op Hazard. Dat is vlak. Nee, sorry. Het is de eerste helft. Natuurlijk kan Bruyne niet bijna wisselen. Maar we geven hem terug aan de Bruyne. Die geeft hem naar Sané. We leggen hem terug op Eusebio. En gelukkig is het Eusebio. Wat geen enkele andere speler schiet hem zo strak in de hoek. Staan we 3-2. En dan ja, weer problemen. Mahrez hier krijgt hem bij Neymar.
Ja, dit is een beetje overagressief van mij. Maar het staat nu 3-3. Dat is niet heel fijn. Maar wat wel fijn is dat we meer James, Eusebio, James. James legt hem terug op Eusebio. Dus schiet binnen voor 4-3. En we winnen. Niet de mooiste overwinning. Zeker niet de makkelijkste. Maar we hebben wel 18 wins. Je weet wat dat betekent. Dan krijgen wij een 87 plus player pick. Helaas is het niet heel goed. Het is zeker niet wat je wil zien. La Cuque laat ik voor Slotta en Raul. We nemen Benzema, de walkout. En we gaan door. Komen we tegen dit team. Een kijker, zo bleek achteraf, met een T-ring fraai team. Ik weet niet wie die daarvan gekocht heeft en wie gepakt. Maar het is echt een belachelijk ziek team. Hij combineert hier een beetje doorheen. Ben jij hier goede heel to heel? Ik had niet verwacht dat hij dat zou doen. Het zat eraan te komen, maar ik dacht, hij had ook iets anders kunnen doen. En ik ging voor dat andere. Emerson hier, dragback, krijgt hem bij Ronaldo. Staat hij 2-0 voor, helemaal kut. David Luiz hier krijgt hem bij Eusebio. Naar de Bruyne. We proberen maar gewoon, want ik had moeite met wat creëren. Gelukkig was het de kick-off en dus kan iedereen scoren. Staan we 2-1. Oké, prima. Zijn we terug in de wedstrijd. Awa hier, geef hem maar Eusebio. Ik praat nog steeds te snel, I know, maar je moet er maar mee leren leven. Kijk, we krijgen hem hier bij Sané, heel erg makkelijk, 2-2. Oké, prima, maar dan, ben jij die hier? Krijgt hem bij Ronaldo, die krijgt hem bij Sané. Volgens Carlos, compleet uit positie, komt hij 3-2 voor en wint hij de game. Goeie speler, super chill kijker. Hij stuurde me daarna nog een berichtje. Hij was al heel chill, en had een redelijk goede Wicked League ook tot dat punt. Komen tegen een heel erg fraai team. Origineel, zeker. Niet zozeer slim qua centerback en keeper combinatie. Maar als je dat wil gebruiken, moet je dat vooral doen. We krijgen hem heel vroeg bij Eusebio. En ze staan we heel vroeg 1-0 voor. Dan Roberto Carlos hier naar Eusebio. Die geeft hem aan Sané. Ik heb gehoord dat hij hard kan rennen. Hij krijgt hem terug bij Eusebio. We schieten hem binnen voor 2-0. Vervolgens deed hij niet heel veel meer. Dat kan je zien doordat hij zijn speler gewoon... Hij hield de stick, zeg maar, richting de zijlijn. Gewoon zodat hij niet geband kon. Althans, niet getime-out kon worden. We schieten er nog een paar binnen voor de zekerheid. Omdat ik gewoon zoiets had van... Ja, stel hij komt terug en ik ben de Sjaak, zeker voor het onzekere. Dus leggen hier nog één keer. We scoorden hierna niet meer hoor. Geloof me, dat komt wel goed. Hazard hier vernest hem nog even binnen. Ik had niet verwacht dat deze erin zou gaan. En in de tweede helft stuurde ik hem een berichtje. Ik stuurde, je wil echt heel graag die 400 rivals punten, hè. Echt 2 minuten later lief. Die zei ik, oh, laat maar. Ja, ik dacht dat hij gewoon weer gaan blijven. Komen tegen deze guy. Ook een heel erg fly team. Die Kent is een nachtmerrie om tegen te spelen. Veel te goede speler is dat. Veel te behendig vooral. Maar Hazard hier krijgt de bal op de rechterflank. Wat we doen, we halen de achterlijn. We leggen hem terug. We krijgen hem in de rebound mee. Een oerlelijke goal, maar ze tellen allemaal. En dus staan we 1-0 voor. De Bruyne hier dan. Hij laat een gat achter zijn verdediging. We geven hem op Eusebio. We chippen hem eroverheen. Staan we 2-0 voor. En dan lijkt het easy peasy lemon squeezy. Maar Essien hier geeft de bal. We krijgen eigenlijk mee Alexander Arnold. Die geeft hem terug aan zijn Mane. Die schiet hem first time. Knappe goal. Ja, prima gedaan. Leuk voor hem. Krijgen de bal hier weer bij Hazard. Oké, we moeten gewoon proberen. Derde goal. 2 goals afstand. Moet prima zijn. We krijgen hem bij Sané. We leggen hem terug op Eusebio. Voor de zekerheid staan we op 3-1. Toen dacht ik dat ik er al bijna was. En liet ik voor de geheime keeper uitkomen. Alleen bij de marge van 2 goals is dat niet het slimste om te doen. En dus staat het 3-2. Vervolgens Alexander Arnold, Rooney, Mane staat het 3-3. Ja, dat is niet very pretty om het zo te zeggen. Eusebio hier krijgt hem bij James. Die is erin gebracht. Doet een fake shot. Legt hem terug op Ben Yedder. 4-3 voor. Dan vervolgens Guardiola hier. Hij kan wel wat. Hij krijgt hem bij James namelijk. Hij laat weer een gat. Legt hem terug op Eusebio. Staan we 5-3 voor en liefde. Fantastisch. 20-8 of zo. En dan gaan we nu even naar het live deel van deze video, want ik ben hier klaar mee. Alright, dan nog even achteraf om wat dingen te bespreken, te bekijken. Ook 44 dingen nu al verkocht. Maak daar maar iets meer van. Gewoon de tradable spelers in de club. Gek genoeg is 84 Martinez ziek weinig waard. Is hij altijd. Maar het is vooral gewoon om wat meer coins vrij te maken. Voor de rest, ja, ik doe niet veel met die kaart in mijn club op dit moment. Dus ik had zoiets van, hoe meer kaarten we hebben... Hoe meer coins we hebben, hoe beter het is. Ik bedoel, hij gaat nu, de Wicked League moet nog eindigen voor 2,47. Waarschijnlijk gaat hij daarna wel weer omhoog. Maar ja, kijk, hoe meer we in de buurt kunnen komen, hoe beter. We hebben dus die Benzema. Daar gaan we niet echt wat mee doen. Misschien dat ik Rivals ga oefenen deze week. Maar je hebt deze Player Moments Alexandro. Het type kaart dus net als Ramos dat er is tot het einde van de game. Je kunt hem doen wanneer je wilt. Hij vergt 386 rated squad. Wat best wel degelijk is. 1 team of the week spelen hier. Geen team of the week spelen hier. Het is degelijk. Het is rond de 300k. En je kunt zeggen dat het niet waard is. En dat Alexander Arnold is beter en zo. En weet je... kan allemaal prima. Hij linkt makkelijk met Ronaldo. Het is een uitstekende kaart. Hij is al jaren goed in FIFA.
ik kan me voorstellen dat deze kaart gewoon top is en dat er weinig op aan te merken is. Dit is een daily challenge. Die doen we gewoon omdat we de zooi in de club hebben. Ja, ik kan minder non-rares gebruiken. Die heb ik simpelweg niet op die plekken. Dat is gewoon hoe het is. En ja, je moet toch chemistry halen. De kans is groot dat we Nick krijgen uit een rare Electrum Players pack, was het geloof ik. Maar weet je wat, we dachten we doen gewoon een SPC. Als we die kaart dan toch hebben, kunnen we ze ook inleveren. Ze verkopen toch voor saus. Dus dan doen we dit gewoon even. Weekend League was een beetje teleurstellend. Dit is ook heel teleurstellend. Oh, vandaar dat ik deze animatie krijg. What the fuck? En ze zijn ook untradeable. Maar deze kaarten verkopen toch ook helemaal niet? Nee, precies. Ze zijn gewoon, ze hebben de waarde van zilvers. Oké, ik snap de... Wat horen dit voor kaarten te zijn? Gewoon de normale? Anyways, ze zijn weird. Team was overall wel prima. Ik denk dat Sane vooral een erg groot... Voor mijn gevoel had hij een heel grote invloed. Ja, 44 contributies in 54. Hij blijft het uitstekend doen. Eusebio, ja, dat weet je. Die gaat binnenkort 1000 goals aan tikken. En ik zal niet eens verbaasd zijn. De wissels waren constant. Orsic, Ben Yedder en James. Eigenlijk geen één keer een ander, geloof ik. Ik heb die guys nog steeds niet gebruikt. Ik wil ze gebruiken als ik bijna elite haal of zo. Maar ja, dat zit er niet echt in de tempo. Maar mijn vraag dus, of mijn ding aan jullie, is dus vooral, ik denk er dus over na om Kante te halen. Dan hebben we het dus over een speler van bijna 2,5 miljoen die het team aanzienlijk beter maakt. Maar welke echte meta-spelers wel, kan ik misschien beter halen in zijn plek? Kan je bijvoorbeeld zeggen, je kan beter, zeg maar even wat, Frenkie en Ronaldo halen. Ik noem maar wat. Het is maar iets dat ik voorstel. Of weet ik veel. De Ligt, Trent en Robertson. Als die drie samen. Ik denk niet eens dat dat samen kan. Maar je snapt wat ik bedoel ongeveer. Weet je wel. Welke set spelers lijkt jullie het best om te halen? En wat ik ook al in het eerdere deel zei. Ik wil het benadrukken. Want er gaan heel veel mensen zijn die dus nog niet snappen. Het gaat om echt goede spelers. Niet fun spelers, goede spelers. En ik weet dat heel veel soorten spelers mij volgen in de vorm van gewoon casual spelers, redelijk goede spelers, heel erg goede spelers, pro's. Dus elke mening is welkom. Ik dank jullie wel voor het kijken. Hopelijk heb je genoten. Ik zal alleen nog de tactics laten zien die ik in de laatste games gebruikte. Het is een beetje, het is niet heel handig om een 7 diepte te spelen. Maar het was al een stuk interessanter. En dat is ook wel enigszins belangrijk. Ja, dit is allemaal niet heel bijzonder, toch? Ik bedoel, dit heb je allemaal waarschijnlijk al 10 miljoen keer gezien bij iedereen. Hey, dank jullie wel voor het kijken. En ik zie jullie waarschijnlijk morgen weer, als jullie dat willen, bij een nieuwe video. Joejoe!